Yo, VacuGamers, Lars hier. Welkom terug bij meer Minecraft Survival hier op VacuGames. Aflevering 157 alweer, jongens. En vandaag gaan we lekker verder bouwen aan mijn hele grote kunstwerk. Daar zijn we natuurlijk gisteren al aan begonnen met z'n allen. En het wordt een hele grote trein. Compleet met rook en misschien nog wel een wagonnetje erachter. Maar we zijn nog lang niet klaar ermee, want al mijn wol is op. Ik had al mijn schapen geschoren en dat was nog steeds niet voldoende. Dus dat gaan we zo meteen doen. Schaapjes scheren en dingen bouwen. Dat is wat we gaan doen. En ik denk eigenlijk dat dit binnenkort een beetje in de weg gaat staan. Ik weet niet waarom. Ik heb er natuurlijk binnenkort of een paar afleveringen geleden een grote glazen koepel overheen gezet. Puur om het te beschermen. Maar deze trein die ik nu ga bouwen, die wordt ook heel erg groot. Dus ik weet nog niet precies wat ik ga doen. Of dat ik hier een soort van brug overheen ga bouwen. Of dat ik misschien dit hele gebouwtje wel weg ga halen. Ik weet het niet. Het staat hier namelijk een klein beetje in de weg, to be honest. Dit is een plekje waar ik heel veel andere coole dingen kan bouwen in plaats van zo'n kobbelhuisje wat er nu staat. Maar dat komt allemaal wel, alles op zijn tijd natuurlijk. Want we gaan vandaag eerst schappies scheren gaan we de hele dag doen. En dat moeten we natuurlijk doen met een compleet lege inventory. Want ik heb ondertussen alweer een heleboel zooi erbij verzameld. Kijk, allemaal verschillende kleurtjes wol en allerlei rare stenen. En dat moeten we natuurlijk allemaal niet mee willen sjouwen. Dus wat gaan we doen? We gaan eerst eens eventjes die wol die ik heb, gaan we sorteren. In mijn super mooi uitgeruste wolkamertje. Kijk, dit is eindelijk iets waarvan ik denk van, hier ben ik trots op. Dit is gewoon echt duidelijkheid. Dit is allemaal op kleur gesorteerd. En als het goed is, zit hier alleen maar één kleurtje in. Dat is ook helemaal waar. Hier, nee, een andere kleur blauw. Deze, donkerblauw. Blue wool hebben we daar. Gray gaat daarin. Hier had ik eigenlijk meer van willen hebben. Van dit soort grijze wol. Maar het is helaas nooit gelukt. Op een of andere manier heb ik geen grijze bejaarde schapen. Het zijn allemaal schapen vol levenslust. En verschillende kleurtjes. Rood wil ik meenemen, want dat heb ik nog nodig. Grijs gaat hierin. Heb ik nog een andere kleur? Bruin. Gecamoufleerde wol. Ik zag jou even niet. Huppakee. En wit. Dat heb ik ook nog. Zo, hup. Dan heb ik verder geen wol meer, geloof ik. Koekeloeren. Nee. En dan gaan we die andere troep dumpen. En dan gaan we die schapen eens even helemaal kaal scheren. Dat zullen ze niet leuk vinden, want het regent en het is hartstikke koud. Maar ze moeten. Schapen zijn... Doe niet, Vaco. Even een beetje op blijven letten. Schapen bestaan maar met één reden en dat is mij wol geven. Dat is hun enige reden van bestaan. Dus dit gaat allemaal weg, weg. Die weg, 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 weg. Diamonds, die er allemaal in. Zo, nou, laat ik een paar torches meenemen. You never know waar ze handig voor zijn. Ik heb ook veel te veel pickaxes. Wat moet ik doen met al die pickaxes, man? Ik ben helemaal niet bezig met hakken. Hier, Fortune gaat daar maar mooi bij. Ik heb echt allemaal spullen waarvan ik denk van ik heb ze helemaal niet nodig. Dit. Brood. Kan het hier nog in? Ja. En dit, hier maak ik gewoon maar zo meteen scharen van. Mochten die andere scharen op zijn. Wat vinden jullie trouwens van mijn patas? Ik heb die patas, die glimmende patas en die glimmende hoed. Dat is wat ik heb, jongen. Dat is wat ik heb. Ik heb gewoon die swag. Ik had mezelf beloofd nooit meer het woordje swag te zeggen, maar dat gaat toch niet helemaal goed komen. Want deze schoenen... Die hebben gewoon swag. Dat is nou helemaal niet anders. Oké, schapenfarm Alibebe. Oh jongens. Ik heb eventjes een vervelende mededeling voor alle dames hier. Jullie gaan allemaal kaal. Of jullie het nou leuk vinden of niet. Dat moet gewoon. Huppakee. En ik moet eventjes een beetje kijken dat ik de kleuren pak die ik nodig heb. Anders zit ik zo meteen weer met een hele... Ach, weet je wat? Alles moet kaal. Alles moet kaal. Alles moet eraf. That's what she said. Zo. En jij. En jij. Kijk, dit zijn allemaal bejaarde schapen. Die hebben allemaal verschillende kleurtjes. Hoppa, zwart. Dat heb ik heel hard nodig. Zwart en rood. Dat zijn de twee kleuren die ik het meeste zoek. Dus als ik een zwart schaap zie, dan ga ik daar als eerst op af. En dat is helemaal niet racistisch of iets dergelijks. Dat is gewoon puur omdat ik zwarte schapen even nodig heb. Zo. En rood. Groen, grijs, paars. Wat hebben we hier? Helemaal een rare kleur waarvan ik de naam niet eens weet. Zo. Allemaal kaal. Alle schappies scheren erbij. Jij geschorren, schappie? Kijk, dan heb ik al verschillende kleurtjes. Dat vind ik leuk. Dat heb ik al een tijdje niet meer gehad. Al die wol. Dat vind ik tof. Zo, en hier, en hier, en daar, en daar, en daar. Oeh, zwart schaap. You will lose all your wol. En dan kan ik daar straks lekker weer mee verder bouwen. Hoeveel level? Ja, ik weet het, schaapjes. Jullie vinden het natuurlijk helemaal niet fijn om kaal te worden. Maar het wordt zomer, dus dat is helemaal geen probleem. Iedereen trekt zijn zwembroek aan, dus iedereen... Die moet kaal. Hup. Zo, jij ook. Zo. Het is tenslotte bijna zomer. En als de zomer gaat beginnen, dan gaan alle dames natuurlijk hun bikinilijn harsen. En in dit geval scheer ik gewoon alle schapen kaal. Helemaal geen probleem.
Zo, en dan een paar schaap. En een bejaard schaap, dat denkt in een hoekje te moeten gaan staan. Alle blote schapen. Potverdorie, man. Naked sheep. Oeh, zwart schaap. Hoe heb ik jou nog gemist? Zo. Kijk eens eventjes. Hoe kinky. Allemaal blote schapen. Oh, gezellig. Gezellig. Zo. Een paars zie ik daar nog in het hoekje staan. Zo. Dan gaan wij dit ondertussen eventjes dumpen. Huppakee. En dan gaat die schapen ondertussen hun haar weer laten groeien. Dat is wat die schapen gaan doen. Dan gaan we gewoon eventjes een voorraadje aanleggen. Want ik heb volgens mij al heel veel weer andere kleurtjes. En daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Maar ik heb te weinig van wat ik eigenlijk hebben wil. Zwart heb ik wel veel. Dit gaat hier. Ja, gaat daar. Dit is wel lekker voor de voorraad weer. Wie weet wat ik er ooit nog eens een keertje mee ga doen. Misschien dat ik ooit nog wel eens een heel groot standbeeld ga bouwen of zo. Van allerlei verschillende kleuren. Dat zien we dan allemaal wel. Light blue, dark blue. Ik heb te weinig rood. Dat is wat ik heb. En als ik op mijn eigen plaatje kijk, dan heb ik nog best wel veel rood nodig. Dus rood, die moet ik eigenlijk... Heb ik helemaal geen oranje schapen meer? Wat is dat nou? Dat zal het Nederland zelf dan niet leuk vinden. Binnenkort Marco van Basten aan de lijn. Green. En volgens mij werkt Marco van Basten helemaal niet meer bij Nederland zelf. Alhoewel. Dan loop ik weer achter. Wie is tegenwoordig eigenlijk de coach? Marco van Basten, toch of niet? Of is dat weer iemand anders tegenwoordig? I don't know. Dat wisselt namelijk ook echt om de week. Hoppakee. Oké, en kleurtjes. Zwart en rood. Dat is wat ik nodig heb. Terug naar de schapen. Kom hier, schapen. Jullie waren nog niet kaal genoeg. Jullie moeten allemaal kaler. Kaal, kaler, kaalst. Ik ga nu alleen maar voor de zwarte en de rode. Hoppakee. En daar. En daar. Er lopen echt veel meer zwarte schapen dan rode schapen, heb ik het idee. Dat is weer een paar wol erbij. En hier. En dan gaan we zo lekker verder bouwen. Dan nog een rode. Een rode donder. Kom hier. Zo, nou, dat is wel voldoende. Aan de kant, move. Deur is alleen van mij. En niet van jullie. Er is maar één deur waar jullie doorheen moeten. En dat is de deur van het slachthuis. Een lekker schapje slachten. Oh kijk. Een creeper op bezoek. Dat gezellig. Dat vind ik leuk. Hoi vriend. Er is een regel. Alle creepers die bij mij op bezoek moeten, die moeten dood. Dat is een regel bij mij. Zo. En dat vindt die creeper niet leuk. Maar die creeper heeft niks te willen. Want hij is een creeper en ik ben de baas hier. Zo gaat dat hè. Zo. Dan is de regen hopelijk ook gestopt. Mooi. Alhoewel. Ja, regen is gestopt. Lekker. Want we gaan natuurlijk... Oh, kijk nou, baby zombie. Baby zombies moeten ook dood. Dat is ook een regel. Appa. Zo mogelijk nog irritanter dan de volwassen zombies. Zo mogelijk nog irritanter. Ik zag trouwens net dat ik hier aan deze kant dit hier een beetje verkeerd heb gedaan. Dus dat moet ik heel even fixen. Kan ik daar nog bovenop komen? Heb ik nog dirt over? Zal we niet. Dan gaan we hier eens eventjes dirt halen, omdat ik überhaupt nog naar boven moet komen. Zo, meer dan genoeg denk ik, hè. Appeltje erbij. Nam, 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 nam. Zo. Die dan hier. Ik moet natuurlijk wel bovenop bij mijn standbeeld kunnen komen. Als dat dan niet lukt, ja, dan lukt het bouwen natuurlijk ook niet. Zo. Up. Kijk, ze zitten allebei naar dezelfde kant. Allebei zo. En deze moeten natuurlijk precies de andere kant op. En dat viel me gisteren pas op, toen ik die aflevering afgemaakt had. Toen dacht ik van, iets klopt hier niet helemaal. Maar ik kon de vinger niet echt op de zere plek leggen wat het nou was. Nou, dit is het dus. Dit gaat de verkeerde kant op. Dit moet zo. Zo moet hij. En nou lijkt het al wat meer op een trein waarschijnlijk. Hup, hup. Oké, okay, got it. Ik heb niet zo heel veel rood, maar dat is ook niet erg. Want ik heb meer zwart nodig dan rood. Die. En dan kijk ik heel eventjes weer op mijn plaatje. Dan moet ik even naar voren lopen. Kan ik hier overheen, please? Ja, dat kan. Zo. Hier moet namelijk een soort ketel op komen te staan. Een grote cilinder. Hoe gaan we dat bouwen? Even koekeloeren. Hoe doen ze dat op het plaatje? Want ik ben echt te lui om dat soort dingen zelf te bedenken. 1, 2, 3. Scheef, Vaco. Wat zit hier scheef? 1. 1, 2, 3. Dit zit scheef. Die hoort daar niet. Ga weg, ding. En dan doen we hier eentje en daar. Deze moet dan weer weg. En dan doen we aan deze kant idem dito. Dat is een heel mooi woord dat ik vaker moet gebruiken. Zo. En dan 1, 2, 3. En dan 2 ernaast. Ja, zo gaat hij goed. En dan moet ik dit dichtmaken. Zo. Ook maar tot hier natuurlijk, want daarna komt de hut waar de machinist in staat. Dus ik maak hem wel een klein stukje kleiner. Want op het plaatje is hij vrij lang. En ik heb hem een beetje ingekort. Zodat hij überhaupt nog op mijn dak past. Anders heb ik daar ook weer een probleem van. Zo, dat is die. Dan
1, 2, deze gaat dan naar buiten. Of verdorie, heb ik weer te weinig. Nou ja, dan heb ik maar te weinig. Ik kan er eventjes niks aan doen, maar dan kunnen we in ieder geval een beetje zien hoe het wordt. En dan ga ik straks zo meteen lekker wel in mijn eigen tijd lekker schaapjes scheren. De hele dag ging ik gewoon de rest van de tijd schaapjes scheren. Van het weg gaan schaapjes scheren, schaapjes... Nee, dat kan helemaal niet. Ik kan niet de hele dag schaapjes gaan scheren, want ik moet vanavond de finale van Wie is de Mol kijken. Dat is natuurlijk ook op tv, bij de AVRO. Wat verdorie. Oh. Weer naar beneden gedonderd. Even kijken, ik heb er nog maar 7. Dat is niet heel erg veel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nou, laten we het dan hier eventjes op houden, zo. Hup. Ja, kijk, en dan moet hier die ook nog eentje. En dan wordt dit gewoon één grote cilinder. En dat wordt nog ronder, hoor. Dat komt als die zo meteen bovenaan bij elkaar zit, dan is die ronder. Maar hier moet bijvoorbeeld ook een glowstone. Dus die hoeft hier helemaal niet, deze. Dan kan ik deze mooi hier doen. Zo. En dan ga ik eens kijken of dat ik nog ergens één glowstone heb. Hoop ik. Ik heb vast nog wel ergens een glowstone liggen, toch? Vast wel ergens. Ik kan me niet voorstellen... Dat moet het daar liggen. Als het ergens ligt, dan ligt het in mijn troepkamer. Mijn grote chaosruimte. Daar moet het dan in liggen. Ik heb maar 4 stukjes nodig. 4! En dan kan ik gewoon een mooie glowstone ding op de voorkant maken. Zat namelijk ook op het plaatje. En dat wil ik eigenlijk wel doen. Ik wil zoveel mogelijk van het plaatje nabouwen. Met ruimte voor eigen inbreng natuurlijk. Zo, hier niet. Hier ook niet. Dan moet het hier liggen. Glowstone. Wer bist du? Gloesteine. Es gibt kein Gloesteine. We hebben al 2 van die. Dat is ook niet heel erg tof. Ja. Hoe gaan we dit dan weer oplossen? Heb ik echt nergens meer glowstone liggen? Wat ben ik voor armoedzaaier? Heb ik echt helemaal nergens meer? Ik heb namelijk erg veel zin om dan gewoon anders maar een lantaarnpaal te gaan slopen. Want ik ga echt niet nog een keer helemaal terug naar de Nether. Echt no mother effing way, José. Toevallig er ergens eentje over. Nou weet je, ik vind deze toch al raar. Zo, geef me hier. Zo. En dit, dat wordt dan maar iets anders. Zo. Paaltje weg. Hoppa. Got it. Kan ik misschien toevallig al iets met... Oh, wacht, nee. Even denk. Denk, Vaku, denk. Ik ben namelijk aan het bedenken of dat ik ook iets met de trappetjes moet... Nee, dat doe ik nog niet. Ik ga nog niet met de trappetjes aan de gang. Gewoon puur omdat ik dat eerst helemaal af wil hebben. Ik wil eerst de stenen af hebben. En pas dan aan de details gaan werken. Klunk. En nou gaan we deze erop. Kijk, het wordt alweer een beetje beter. Het wordt alweer wat groter. En als het straks echt helemaal af is en er zitten wielen onder en raampjes in. Dan is het echt voor jullie ook helemaal duidelijk dat het een trein wordt. Dat wordt echt nog wel helemaal duidelijk. Maar het kost eventjes tijd. Maar zeker als je dit soort dingen als bouwpakketten bouwt. Dan kost het gewoon tijd voordat je eenmaal weet wat het is. En dat heb je misschien zelf ook ooit wel eens een keertje gedaan, een bouwpakket bouwen. Met lijm en al van die plastic dingetjes. Nou, dat ziet er in het begin ook niet uit. Maar het wordt uiteindelijk wel heel mooi. 1, 2. Nee! Kom nou! Please zeg maar dat ik een 4 terugkrijg. Nee! Stom ding! Ja, nou ga ik ook echt gewoon ergens anders glowstone vandaan rauzen. Nou boeit het me niet meer ook. Waar is glowstone? Ergens, iets. Elk stukje glowstone is goed. Hier is glowstone, kom maar op. Ik had dit eigenlijk helemaal niet weg willen halen, maar ik doe het toch. Gewoon omdat ik glowstone hebben wil. Zo, 6. 1, 2, 3, 4. Bam. Waarom pak ik het nou daar neer? Eigenwijze Vaco, pak nou gewoon eens een keertje je spullen. 1, zo, glowstone, niks meer aan doen. En nu... Goed op de goede plek neerzetten, anders word ik heel boos op mezelf. Dan ga ik mezelf slaan en zo. En dat moeten we niet willen met z'n allen. Zo. 1, 2 en 3. Kan ik hier nog naar boven komen met dit? Vast wel, hè? Hoppa. Oké, okay, nu gaat hij goed. Take 2. Datgene van daarnet hebben jullie niet gezien. Komt-ie. 1, 2. Hop. Tada. Is dat mooi? Of is dat schmutzig? Kijk eens eventjes. Dan komt hij hier zo recht op je af en dan heb je echt zoiets van, dit wordt echt een grote trein. Dit wordt gevaarlijk en hier moet ik vooruit kijken. Dat is wat dit wordt. Ik heb allemaal rare kleurtjes bij me die ik helemaal niet nodig heb. Kan ik hier misschien al iets mee doen? Even denken. Ja, daar kan ik wel wat mee doen. Ik kan hier naar boven natuurlijk. En dan kan ik alvast deze
zo neerzetten. Haha, kijk, dat wordt helemaal een trein. Zie je? Als ik maar eenmaal een beetje bezig ben met de kleine detailtjes, dan wordt het vanzelf wel een beetje duidelijker. Zo, ga ik even een afstandje staan. Kijk hoe dat eruit ziet. Nou, als je dit binnenkort ziet en er komt hierboven nog een grote cabine bovenop, dan denk jij echt wel dat is een trein. En dan moet ik als de zandsodemieter van de kant. Ik vind het heel erg cool worden. Ik hoop jullie ook. Als je dat ook vindt, doe dan vooral eventjes een like op deze video. Ik vind het namelijk elke keer weer super tof om elke dag weer meer likes binnen te halen. En gisteren ging het... ging niet zo heel erg lekker. Dus knal vooral eventjes een like op deze video. Dan zie ik jullie morgen natuurlijk weer terug bij meer Minecraft Survival. En vergeet niet vanmiddag om 6 uur... speciale video hier op Vaco Games, waarvan ik denk dat heel veel mensen hem leuk vinden. Want er zitten er al een hele tijd op te wachten. Bedankt voor het kijken, jongens. Bedankt voor het liken ook vooral. En tot morgen. Mazzel!